Hallo, daar ben ik weer. Goedendag mensen. Ik moet natuurlijk wel, om herkenbaar te blijven, mijn hoedje opzetten. Staat hier recht? Ja, oké. Goed, mensen. Goedendag. Een hele prettige vrijdagavond. Ik heb in de afgelopen tijd een aantal keren de vraag gehad, als reacties op mijn video. En bij de Kingdom natuurlijk, bij een video van op Dagelijks AD. Of ik een gitaar tutorial of iets wilde maken. Om uit te leggen hoe dat je de Kingdom Song eigenlijk op de gitaar speelt. Dus ik dacht bij mezelf, nou ja, nu hebben we zoveel mensen het maar gevraagd. Laat ik het gewoon doen. Ik bedoel, ja, toch? Waarom niet? Kan iedereen het meespelen? Kan iedereen het zingen, spelen, whatever? En ja, waarom niet? Dat is de vraag, waarom niet? Ik kan geen goede reden bedenken, waarom niet? Dan doen we dat gewoon. Laten we beginnen met de Kingdom Malino Song. Dit is trouwens gewoon water, hoor. Maar goed, we beginnen bij de intro. De intro van de Malino Song gaat ongeveer zoals dit. Dat was de intro. Wat is de intro nou precies? Dat is het begin van het liedje. Dit is een gitaar. Een gitaar heeft 6 snaren. E, A, D, G, B, E. Lage E, hoge. Mochten jullie de gitaar niet gestemd hebben, kunnen jullie hem even meestemmen op mijn gitaar. We beginnen met de lage E. Dan de A. Dan de D. Dan de G. Dan de B. En dan de hoge E. Dat is dus gewoon een standaard stemming van de gitaar. Mocht je een handig programmaatje willen downloaden, dan zal ik een link onder in de beschrijving zetten waar je AP Tuner kunt downloaden. Dit is gewoon een heel simpel programmaatje waar je met je microfoon de gitaar goed kan stemmen. En die doet automatisch de toon pakken dat je aanslaat. Heel fijn programmaatje, ik gebruik het eigenlijk altijd. En je kunt natuurlijk, als je een Android telefoon hebt, misschien heb je een iPhone, daar zal er ook heus wel software voor zijn. Maar wat ik zelf gebruik, G-strings. Stel je scherp, verdorie. Klote ding. Kijk, daar zie je staan, G-strings. Heel fijn programmaatje. Wat hij nou doet is gewoon via de microfoon doet hij de tonen opvangen. Ik doe de lage E. Zo. Hoge E. Geen probleem, opgelost. Goed. Dus je hebt je gitaar gestemd en dan beginnen we. Het eerste akkoord van de intro is A mineur. Trouwens, een ezelsbruggetje om te onthouden welke snaren het zijn. Dus het is E, A, D, G, B, A. Nee. Wat zeg jij nou? E, A, D, G, B, E. Een aap die geen bananen eet. Bananen. Dit is Milan. Bananen. Oké, goed. A mineur akkoord. Mineur houdt in droevig. Je hebt majeur en mineur. Dit is mineur. Oh, zo droevig. Oh. En dit is majeur. Hoor jullie het verschil? Nou goed, A mineur. Open A snaar. Tweede positie D snaar. Tweede positie G snaar. Eerste positie B snaar. En een open E snaar. De laagste snaar. De lage E snaar, die sla je niet aan. Dan gaan we over naar het C akkoord. Derde positie A snaar. Tweede positie op de D snaar. Geen vinger op de G-snaar. De eerste positie op de B-snaar. En een open hoge E. A mineur. C-akkoord. Dan gaan we over naar D mineur. Bij D mineur doe je de lage E en de A-snaar. Die sla je niet aan, dus die mag je ook niet horen. Dan heb je een open D. Dan heb je je middelvinger op de tweede positie van de G-snaar.
bovenste. Open D-sna. Middelvinger op de tweede positie van de G-sna. Dan je ringvinger op de derde positie van de B-sna. En je wijsvinger op de eerste positie van de hoge E-sna. En dan gaan we naar het F-akkoord. D-sna. Met je ringvinger op de derde positie. Op de G-snaar je middelvinger op de tweede positie. Op de B-snaar je wijsvinger op de eerste positie. En de hoge E-snaar gewoon open. Dus heb je. Oké, dus dat zijn vier akkoorden. Als je deze vier akkoorden achter elkaar speelt, krijg je dit. A mineur. C. D mineur. En F. Hetzelfde nog een keer, dus A mineur, C, D mineur en F. Dan ga je naar het G-akkoord. Dus heb je A mineur, C, D mineur, F, A mineur, C, D mineur, F, G. Dan ga je naar het C-akkoord weer. Dan weer terug naar het G-akkoord. Dan weer D mineur. En dan doe je het E-akkoord. Dus E majeur is dat. Hoe doe je het E-akkoord? Het is gewoon de lage E open. Je middelvinger op de tweede positie van de A-snaar. Je ringvinger op de tweede positie van de D-snaar. Je wijsvinger op de eerste positie van de G-snaar. En de B en de hoge E-snaar laat je gewoon open. Dus heb je. En dat was de intro. Dus, één keer de intro, alle akkoorden achter elkaar. A mineur. C. D mineur. F. A mineur. C. D mineur. F. G. C. G. D mineur en E. Dat was de intro. Vervolgens, eerste couplet. Begin met A mineur. Wat ik altijd doe op het begin van het couplet, is ik speel A mineur en ik doe een beetje met mijn ringvinger, met mijn wijsvinger en mijn pink, een beetje aanpassen. Dus je hebt gewoon het A mineur akkoord. En wat ik dan doe, is ik wissel mijn wijsvinger eraf halen en erop doen. En op diezelfde B-snaar doe ik dan ook mijn pink op de derde positie nog. Dus krijg je dit. Het is gewoon het A mineur. En dan doe ik los. Dan krijg je tering. En dan doe ik met mijn pink op de derde positie. Maar het is eigenlijk gewoon A mineur steeds. Dan beginnen we met de plek. Jullie welkom met onze taal spreekt. Kom niet om je vraag naar binnen, goblins geven de doodsteek. Gangen zijn oneindig, de dood vindt zich hier snel. Dit is thuis, Mount Malino, veilig en wel. A mineur. C. G. A mineur. Dan heb je weer A mineur. C. G. A mineur. Dan ga je naar C. G. D mineur. A mineur. En dan weer A mineur. C, G, A mineur. Dat is het couplet. Als je goed luistert, is het eerste couplet en het tweede couplet. Het zijn gewoon exact dezelfde akkoorden. Alleen heb ik bij het eerste couplet heb ik twee extra tellen erbij gedaan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1.
Sorry, dat moest even. Dus, wat je dan krijgt is het refrein. Het refrein is exact, precies. Het refrein is exact. Gewoon dezelfde akkoorden als het intro. Exact. Het refrein is gewoon A mineur, C, D mineur, F, A mineur, C, D mineur, F, G, C, G, D mineur, E. En dan krijg je weer het couplet. Het couplet is gewoon weer hetzelfde als net. Krijg je dan weer het refrein. Vervolgens nog één ding. De bridge. Ja, de bridge is dus C-akkoord. G. D mineur. En weer terug naar G. C-akkoord. G. D mineur. En G. En dan weer A mineur. C, D mineur, en G. En nog een keer, A mineur, C, D mineur, G. En dan komt het refrein weer. En als je het refrein hebt gedaan, dan, dat was de Marlino song. Dat was hem al. Dus, ik zal mijn gitaar eventjes wegzetten. Baila, 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 me. Zekerom, dat mag je dan, dit doet het in de tori. Nou goed, ik hoop dat ik het jullie goed heb uitgelegd. Als jullie nog vragen hebben of opmerkingen of weet ik veel wat jullie allemaal zouden kunnen hebben, laat het me weten hieronder. Hebben jullie er iets aan gehad? Hebben jullie het leuk gevonden? Of leuk, informatief, whatever, weet ik niet. Vergeet niet op het groene duimpje te drukken. Ben je nog geen abonnee? Abonneer je op mijn kanaal, als je wil. Als je het leuk vindt natuurlijk. Wat ik voornamelijk, ik zal de komende tijd veel muziekjes, liedjes opnemen. Coveren, eigen nummers maken. Bedgitaar, met drum misschien. Met zang, met schreeuwmuziek. Met alles eigenlijk, alle stijlen ben ik wel een beetje in thuis. En ik zal misschien ook gaan bloggen. Wie weet, als jullie dat leuk vinden, interessant vinden. Ik wil best een blog hier en daar maken, opnemen, whatever. Laat een reactie achter. Zijn er misschien nog andere liedjes die je leuk lijken om op de gitaar te kunnen doen? Mocht je het afvragen, dit is trouwens een HTC One X. Ik dank jullie allen hartelijk voor het kijken naar mijn How to Play the Kingdom Malino song. En ik hoop jullie de volgende keer weer te zien. Doe de groeten aan je moeder. En niet vergeten op het groene duimpje te drukken. En je te abonneren op mijn kanaal. Voor beter nog meer video's en filmpjes van whatever dat je wil. Volgens mij sloeg ik dat tegen de microfoon aan.